Alain, wat doet een dramaturg bij productie zonder tekst? Kijken is net hetzelfde als bij een productie met tekst. Kijken en luisteren ook. Ik vind dat je moet als dramaturg kunnen luisteren met je ogen en kunnen kijken met je oren. Dat is wat ik altijd probeer te doen. Je niet verliezen wat je ziet, dat betekent je niet verliezen wat je ziet en je niet verliezen wat je hoort. En wat heb je gezien? Wat heb ik gezien? Mensen die enorm aan het zoeken zijn en daarbij met zichzelf botsen. En dat is denk ik normaal in deze fase van het repetitieproces. En de truc is om als personages contact te willen hebben met een ander personage en dan nooit te kunnen afwijken. Ze zijn allemaal zo neurotisch als de pest. Welke mensen wonen hier op Lauterbronnen? Mensen die ik zou omschrijven als wrakhout, wiens dromen zijn kapot gegaan. Om welke reden, dat weet ik niet. Dat hoef ik ook niet te weten. Maar ze vluchten hier naartoe en ze vinden hier een plek waar ze schijnbaar tot rust gekomen zijn. Maar iedereen loopt nog met die duivels in zich. En wat is er mooi aan om naar wrakhout te kijken? Omdat zo herkenbaar is. Ik denk dat iedere mens met dromen zit die hij nooit heeft waargemaakt. En die, waarvan hij spijt heeft dat hij ze niet heeft waargemaakt. Deze mensen zitten hier in dit terrein en die krijgen bezoek. Ineens zien ze daar een koppel verschijnen met een perfecte caravan waar alles fantastisch gaat. Maar dat weten we eigenlijk niet of dat ook zo is. Maar iedereen projecteert er wel wat hij niet heeft of had kunnen hebben in. Hij kan dat daarin kwijt. Waardoor bij hen die opening komt. Nou, kunnen we iets met elkaar of kunnen we... Gebeurt er iets tussen ons waardoor die dromen terug tot leven komen, denk ik. En ze aanzetten nemen om in contact te komen met elkaar. Maar wat dan omwille van ieders eigen verleden dan toch uiteindelijk mislukt. Omdat ik denk dat de functie van dat koppel ook is dat dat koppel eigenlijk een illusie is. Misschien zijn ze hier wel helemaal niet geweest. Was het een hele warme dag en een warme nacht? Ja. En zijn er twee passanten voorbij, twee vogels voorbij gevlogen. Waarin iedereen zijn verloren dromen heeft ingeprojecteerd. En die zijn dan terug verdwenen en dan wel. Het leven moet verder. En het wordt verder gezet zoals het begon. Denk ik dan. Ja.